Werkspoorfabriek. Nog niet zo heel lang geleden waren Werkspoor en Demka de grootste bedrijven van Utrecht. En wat we wellicht vergeten zijn, is dat die beide fabrieken, maar in het bijzonder wel de Demka, zorgden voor een enorme hoeveelheid luchtverontreiniging. Ik zal even laten zien. Kijk, dit geeft een beetje een beeld. Ja, sorry dat ik erom lach. Het is natuurlijk helemaal niet om te lachen. Maar het is wel spectaculair. Maar dit zijn typisch problemen die uiteindelijk uit Utrecht volkomen verdwenen zijn. Want beide reuzenbedrijven zijn in de jaren 60, 70 en 80 totaal verdwenen. En over die zaken gaan we praten met Wim Scharenburg. Die heeft een alleraardigst museum, een museum eigenlijk over zuilen. U moet Wim Scharenburg zijn. Maarten van Rossem, welkom. Maarten van Rossem, ja. Wees welkom hier. U staat voor een naar boven lopend opschrift, Museum van Zuilen. Dat klopt. Want dit is eigenlijk een restant van Werkspoor. Zeker, ja. En daar gaan we het over hebben. Ja, maar sorry, elke keer als ik die rookwolk zie, moet ik schiet ik in de lach. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat gebeurde met grote regelmaat. Ja. En zo grote regelmaat dat de mensen gewend waren dat de Demka-fabriek eerst even de fabrieksfluit lieten gaan. Dan wisten ze, oh, de was moet naar binnen, want anders kan ik zo meteen overnieuw beginnen. Dat is nog wel lollig, toch? Ja. Maar de rest van je huis is natuurlijk toch pikzwart na enige tijd. Zeker, ja. Ik had gisteren nog bezoekers in het museum, die vertelden ook nog dat onder de dakpannen dat nog steeds opgehoopt ligt. Ja, als je dat niet weghaalt, blijft het liggen. Ja, dat geloof ik graag, ja. Ja, dan zou ik zeggen, ga uw gang. Wees welkom. Kijk. Ja, we hebben dus een heel klein stukje Werkspoor op schaal nagebouwd. Omdat we dus eigenlijk wilden laten zien wat Werkspoor deed en wat Werkspoor kon. Wat hierop staat is allemaal des Werkspoors. Dit zijn allemaal treinen, trams, bussen, vrachtauto's, vliegtuigonderdelen. En je ziet dus daar de Crossley-bus. Bij Werkspoor. Crossley, ja. De MBM-bus. Herinner ik me nog. Ja, precies. En het is de 100ste Crossley-bus die bij Werkspoor gebouwd werd. Dat werd gevierd met alle medewerkers erbij op de foto. Maar die Crossley was toch een Engels merk, of niet? Ja. Maar die werden hier in licentie gebouwd? Die werden hier in licentie gebouwd. Ja, mensen denken bij Werkspoor aan treinen. En ja, sommige mensen dan ook nog wel aan bruggen. Maar het was eigenlijk meer een constructiefabriek. Ze hebben echt heel veel metaalconstructie. Niets meer met treinen op een gegeven moment te maken had. Heel Pernis is in elkaar gezet door Werkspoor. Dus met ketels van Demka-staal, kolommen van Demka-staal. Het interessante is natuurlijk dat deze twee fabrieken eigenlijk het hele economische, maar ook het sociale en culturele leven van zo'n gemeenschap hier in Zuilen totaal beheersten. Zeker. Kijk, Zuilen is een dorpje aan de Vecht. En in dat dorpje komt dus op dat grondgebied van de gemeente, komt Werkspoor en komt de Demka-fabrieken. En normaal groeit een dorp vanuit zijn kern, maar juist in Zuilen is dus de kern Oud-Zuilen gewoon gebleven en is tegen de grens met Utrecht een hele grote nieuwe woonwijk ontstaan. En kijk, Zuilen heeft, als Werkspoor naar Zuilen komt, heeft Zuilen 944 inwoners. En op het moment van de annexatie zijn dat er al meer dan 26.000 en is Zuilen de vierde gemeente in de provincie. Utrecht, Amersfoort, Seist, Zuilen. Ah, wou Zuilen ook wel bij Utrecht of eigenlijk niet? Nee. De meeste, ja, sommigen wel. En dat heeft mij lange tijd verbaasd. Hoe kan dat nou dat je dus bij Utrecht wil horen? Maar het is dus ook echt voorgekomen dat mensen die dus werkloos werden en in Zuilen woonden, die kregen een lagere uitkering als wanneer in Utrecht woonden. Aha. Bovendien, als je dus in Utrecht woonde en, of in Zuilen woonde en je werkte in Utrecht, dan moest je ook nog forense belasting betalen. Dat waren dus ook allemaal, en Utrecht levert het gas en licht, dus nou, dat was aan een naburige gemeente, dus je betaalt meer voor je gas en licht. En je moest forense belasting betalen en je kreeg een lagere uitkering. Ja, dan ben je... Ja, nee, dan heeft het niets dan voordelen om... Precies. Ja, dus dat, niet dat ik wist dat die voordelen bestonden, maar, ja, maar dat, ja, daar zit het in. Maar waar we het eigenlijk over willen hebben, is over de verbazingwekkende luchtvervuiling. Dit is toch een Demka-luchtvervuiling die we hier zien. Ja. Dit was een, dan hebben ze een grote gieting bij de Demka en dan deden ze het dak open. En begint dat in de jaren 50, 60 of zo? Ja, jaren 60. Dan krijg je dus dat ze dus ook met enige regelmaat de schoorstenen schoonblazen. En die schoorstenen schoonblazen, dat doen ze dus, er zitten roetproppen in, dus dan moet er met extra kracht moet dat dus ja, weer schoongeblazen worden. Het werd een hele roetprop de lucht ingeblazen. Dan is de hele wijk is, ja, weer aan een schoonmaakbeurt toe. Maar je blaast er dus een enorme proppenroet uit, dat moet toch af te vangen zijn daarbovenaan? Dat zou allemaal best wel mogelijk zijn, die techniek heb ik niet onder controle, maar dat gaat met geld. Dat geld gekost. En geld regeert. Als het goedkoper ergens anders kan, dan zijn de, ja, degenen die daar met hun geld in zitten heel snel bereid om de emotionele factor, de binding met de fabriek en zijn omgeving los te laten. Dat dan uiteindelijk besloten wordt van nou weet je wat, we doen de fabriek dicht en we gaan in België verder. Dat doen is moeilijk. Dat laatste is natuurlijk ook wel vrij interessant. In België doen ze niet moeilijk en wij dus in principe wel. Dat het dus wij hebben onze problemen geëxporteerd. Ja. Het staalbedrijf Demka in Utrecht gaat dit jaar dicht. Volgens de directie is de sluiting onvermijdelijk, omdat er voor Demka geen toekomst meer is. Wij achten het onverantwoord om verder door te gaan onder deze omstandigheden met de kosten die gepaard zijn aan het walsen bij Demka. Wij denken nu ook aan mededeling aan, hebben wij daar recht op? Het vastgoed om een onvreten, wat krijgen we nou? Nou ja, eigenlijk hebben we het over een heel groot en interessant probleem. Namelijk dat een niet onaanzienlijk deel van de, zeg maar, de productiecapaciteit van westerse landen in de jaren 70 en 80 verdwenen is. Ja. Meestal om dit type van redenen. Het kan elders goedkoper. Ja. Onder andere omdat ze elders er niet zo mee zitten. Als het met kinderarbeid moet of als het gigantische vervuiling geeft enzovoort. Maar we kunnen er wel een positieve punt aan draaien. Utrecht heeft het heel moeilijk gehad, omdat de twee grootste werkgevers verdwenen. Ja. En binnen 20 jaar eigenlijk. Zeker, ja. En nu is Utrecht weer een goede stad. En we hebben natuurlijk de universiteit, verdiening gehad hadden. Dat is tegenwoordig onze grootste werkgever. Ja, nou, dat klopt. En wat dat betreft... zou je ook niet hebben gestaan als ik niet bij de nieuwe grootste Utrechtse werkgever had gewerkt. Nou, dat is inderdaad, het is, de kracht van de stad Utrecht is dus inderdaad dus de vernieuwende factor. Dat die sprong gemaakt is eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Als je naar Uithof gaat kijken, is indrukwekkend eigenlijk. Ja. Ik ben 40 jaar geleden begonnen met het verzamelen van de geschiedenis van de Zuilen. En ja, vooral de eerste 30 jaar heb ik me dus heel specifiek met heel veel plezier gewijd aan de leuke dingen van Zuilen, die rijke geschiedenis. En net als de annexatie, dat heb ik ook een beetje onder de mat geveegd, is het dus ook met die vervuilende factor. Ik weet dat het er was, ik weet ook dat ze bij Werkspoor met asbestverwerking in die wagons toch ook nog wel het een en ander aan problemen hebben. Er is wel asbest verwerkt, terwijl ze eigenlijk al wisten dat het niet goed was. Dus, woonde u ook... trouwens in Zuilen toen? Zeker. En heeft u nou herinnering aan het feit dat uw moeder bijvoorbeeld zei, potverdomme, hebben ze weer die rook uit die pijp geblazen? Ik bedoel, dat stof uit die pijp. Maar wij woonden dan in de Balderichstraat toch wat verder van die pijpen weg. En dus, dit is echt onder de rook van de fabriek, letterlijk. Nou ja, dus, maar u heeft geen herinnering dat uw moeder wenend zei van, daar zijn ze weer, de hele boel is zwart geworden. Zeker niet. Maar mijn vader werkt ook bij de Demka. Hè? Dan heb je het weer, hè? Wiens woord men spreekt. Ja. Dus het is allemaal weer net zo makkelijk. Ja, dan accepteer je dat. Ja, dus de protesten beginnen eigenlijk pas als er steeds minder en minder en minder mensen bij die beide bedrijven werken. Natuurlijk, die mensen die gaan verder weg, die mensen vinden het gevaarlijk. Hè. Dus als je als werknemer bij de Demka-fabriek, als je het gevaarlijk vond, die vlammen bij die oven, kreeg je een asbestpak. Dan was het probleem opgelost voor je. Hè, dus er was een hele andere manier, maar op een gegeven moment, ja, die mensen die dus daarmee geconfronteerd worden, die hebben toch in de gaten, ja, dit is vuil, smerig. Bij de Demka was 2 doden per jaar acceptabel voor de directie trouwens. Hè. 2 doden per jaar, dat is wel vrij fors toch? Ja, dus uiteindelijk hebben dus ook veel meer werknemers dat in de gaten. En dan moeten ze het personeel van steeds verder weghalen. Dan komen er in eerste instantie Italiaanse en Spaanse arbeiders. En ook die hebben dat en die worden dan ook nog eens qua huisvesting uitgebuit. Dus die zeggen op een gegeven moment ook van gedaan. Ja, en dan tragiek van veel van die gastarbeiders was natuurlijk dat ze eigenlijk in het laatste traject van deze industrieën zijn aangevoerd. Ja. En toen waren ze hier en toen gingen die industrieën dicht. Ja. Maar nu natuurlijk de vraag, die 2 relatief hele grote bedrijven in een betrekkelijk kleine plaats, hoe hebben ze gereageerd toen die bedrijven verdwenen? In een relatief hoog tempo. Mijn vader heeft 36 jaar bij de Demka gewerkt en die had de volgende dag dat hij ontslagen was, had hij alweer werk. Oh. En bij Werkspoor waren er natuurlijk, kijk, op het moment dat de fabriek Demka sluit, zijn er iets van 185 mensen nog in dienst. Dus die stroom is het was heel geleidelijk afgebouwd eigenlijk. Heel geleidelijk is dat afgebouwd. En ja, dat vakmanschap wat die fabrieken hadden met een eigen opleiding, daar kon je makkelijk mee solliciteren. Ah, maar het moet toch ook in sociaal-cultureel opzicht een enorme impact hebben gehad dat die 2 bedrijven verdwenen. Zeker. En die zijn ook, we hebben dus de berichten van mensen die zelfmoord hebben gepleegd omdat de fabriek dicht was. Het is wel heel droevig. Ja, maar het is wel waar. Dat is echt waar. Er zijn ook, überhaupt mensen waren trots op het bedrijf. Dat laat zich heel moeilijk vertalen. En, hebben er rouwadvertenties in kranten. Oud-Werkspoorder. Hij staat er dan heel specifiek bij vermeld. Mensen die waren trots op het bedrijf. Het was nou ja, ik zei al, toen ik een jongetje was, had je in Nederland een aantal van die bedrijven die niet waar de nationale trots verbeelden. Ja. En een van die bedrijven was Werkspoor. Werkspoor, Fokker, Philips. Fokker natuurlijk. Ja, ja. En als we nou hier een hele droevige middag van willen maken. Ja. Fokker is verdwenen, DAF is aan Amerikanen verkocht en Werkspoor is spoorloos verdwenen. Ja. Zeker, en als het niet verdwenen was, dan was er ook geen museum van Zuilen geweest. Precies. Dat was de industriële geschiedenis van Zuilen, waar ooit 2 van de grootste bedrijven van Utrecht stonden. De 2 grootste werkgelegenheidsbieders in Utrecht. En dus ook de 2 ergste vervuilers van Utrecht, in het bijzonder de Demka. En dan is natuurlijk altijd de vraag, waar zijn die dan naartoe gegaan? En u hoorde het al, ja, een deel is bijvoorbeeld naar België vertrokken, want daar zeurden ze minder over de luchtverontreiniging. En u kunt er eigenlijk wel zeker van zijn dat allerlei industriële activiteiten in West-Europese landen verdwenen zijn naar plekken waar de mensen veel minder problemen hebben met de verontreiniging, omdat ze weer dolblij zijn dat ze goed betaald werk hebben. Net zo eigenlijk als de lokale bevolking hier toen dat nog het geval was. Dus wij verplaatsen eigenlijk de luchtverontreiniging naar plekken waar mensen nog steeds zo blij zijn dat ze betaald werk hebben, dat ze de luchtverontreiniging op de koop toenemen.